Nou, na een klein stukje fietsen zijn we toch aangekomen op een mooi stekkie. Ja, zeker. Zeker een mooi plekkie. Veel openingen. Nooit eerder gevist, maar het ziet er wel fucking mooi uit. Windrichting is goed, westenwindje, luchtdruk. Iets aan de hoge kant. Maar weet je, het is wel lekker weer, hè? We mogen niet klagen. We mogen zeker niet klagen. Knallen. Zo, we zijn bezig met opbouwen. Kreddertje staat. Lekker, we gaan een tentje opbouwen. We gaan er een gezellig sessie. We gaan met z'n drieën vissen. Er komt sowieso zo meteen nog een maatje. Ik zeg meteen Jo, Bram daar en Daniel daar. En ja, we hebben gewoon een mooie tentenkant. Het wordt één grote party vanavond. Zes hengeltjes. Minimaal één visje uitkomen. Ja, dat moet wel, hè? Dat moet wel. Als we niks vangen, als niemand vangt, spring ik morgen het water in. Oké, afgesproken. Afgesproken. Lekker hoor. Zo, dames en heren. Ik en Daniel willen allebei op deze mooie stek liggen. En dus gaan we daar even een steenpapier schaartje voor doen. Wie die stek mag. Een steenpapier schaartje. Voor het goede stekkie. Voor het goede stekkie. Ja, maar vorige keer, weet je nog hoe het ging? Ja, toen heb ik gewonnen. Zie je nu in de video. Oké, klaar. Steen. Hoe gaan we? Tot de 1. Tot de 1. Nee, kom. Jawel, nee. Tot de 1. 7, 4, schuif. Nee! Ah, kijk eens, hot. Lekker hoor. Ja, dit gaan we vaker op film doen. Maar gelukkig komt er nog een derde jongen en heb ik gelukkig tweede keus. Geen paniek. Hoppakee, dat is goud. Dat is goud, hè? Yes. Oh. Zo, Daan, wat is er nou. Jij kan ook alles lopen, hè? Wat is er nou met je stoel gebeurd? Ja, slijtage, hè, noemen ze dat. Weet je, als je zoveel aan het vissen bent, gaat het natuurlijk af en toe wel eens kapot. Laat het eens zien. Nou, kijk, wat er dus is gebeurd. Oh, die bout hier zo die ontbreekt. Dus dat is helemaal bout. Maar ja, weet je, komt allemaal goed. Ik heb een andere bedje. Kijk namelijk de mooie bedbuddy van Mesh. Heb je waarschijnlijk al een keertje gezien. Hoppakee. Zit je zo op een stressetje. Ik kan zitten alsof je het mannetje bent. Kijk, dat is helemaal hout. Pure winst. Ja. Het begint lekker op te schieten, hè. De hengeltjes zijn beazen, ze zijn klaar voor de actie. Ik heb hier één single pop-up strawberry crunch, 10 mm. Hier een snowmannetje. Ook beide de strawberry crunch, instant action. Ja. Hij moet even scherp stellen, ja hoor. Kijk, mooie honing erin. En een, gewoon een mooi snowmannetje. Klein. Ja. Klein aanschoten vis. Ja toch. Hé, pikkenbaas, je hebt net verloren met... Ik heb verloren bedoel ik. En er ligt hier nog een bootje die opgepompt moet worden. Dus ik zeg dat jij die mag oppompen. Nee, ik lul. Kom maar op, maak je af. Als ik deze verlies, dan even mijn broek op. Steen, pier, schaar. Lekker hoor. Nee, dit meen je niet. Voor jou. Je hebt echt een gouden lul in je broek, hè? Pompen, gek. Dames en heren, jongens en meiden. Het ongelofelijke is weer gebeurd. Ja, het kan ook alleen maar bij ons. Kan alleen Daniel overkomen. Wat heb je nodig als je met een boot gaat varen? Een motor. Of? Paddles. We moeten een paar uurtjes wachten voordat de paddles zijn geïnteresseerd. Dus we gaan het even anders doen. Water is vrij ondiep, dus we gaan gewoon met het schep net stil. Lekker prikken. Helemaal blijven hier op de kant. Ik ga gewoon als eerst varen, denk ik. Zeker. Ik hang hem vast. Ik drop het aasje daar zo. Wat bollen erbij. Kijk eens. Strawberry crunch. En dat komt helemaal goed in het voorjaar. Komt helemaal goed. Hoppoe. Check eens uit. Ja hoor, daar is die de man. De man die met zijn handen peddelen kan. Die iPad, fucking wat. Zo, heel je shirt is vies gek. Ja, gek, wacht even hoor. Hey. Goedemiddag, zo. Hou dat touw vast, hè. Die boot is echt lekker hoor. Ja? Ja man. Moet je kijken, denk even fashion, even komen op YouTube, mooi shirtje aan. Pak het vies gelijk. Kijk eens. Hey, goedemiddag. Hey. Allemaal abonneren. Hebben we, dames en heren. We zijn er weer, ik heb mezelf even omgekregen. Ik ben fris, maar ik moet nog een tweede hengel doen. Dus ook wel weer vier voor. Als je daar zo op het hoekje kijkt, dan zie je daar een prachtig stelletje meerkoeken te zitten. Gelijk duiken om de stek. Dus, zo, dat is niet best, ouwe. Nee, dat is minder. Ik dacht, ik doe een beetje weinig voer, weet je. Want dan zitten ze eerder op het aas. Maar ja, 5 minuten later is bijna al het voer al weg, denk ik. Ah joh, kom goed. Ja, toch, we doen even een tweede hengeltje. Dit wordt de snowman. Ik heb hier de zet voer staan. Gaan we peddelen met de handjes. Even leuk. Ja, hey, wat moet, is gelukkig niet zo groot water. Wat moet er moeten inderdaad. Wil ik niet zwemmen morgen? Kijk, we gaan dan met de scheider. Nog steeds fucking lekker weer. Hengeltje van Chit. Hengeltjes liggen daar, achter de brug. En zo meteen krijgen we Bram Moscovici. Nou, we zijn een uurtje verder en het begint ergens op te lijken. Ik heb alles opgeruimd, chit nog een beetje rommel. Alle vier de hengels liggen in, ja. Zonnetje gaat over een uurtje onder. We gaan even lekker opladen. Croissantje hier, hap. Lekker man. Lekker. Liggen je hengels een beetje mooi? Heb je nog wat te vertellen erover? Het loopt er nu op. Ja. En gaat aflopen.
Ja toch? Binnen hoeveel minuten? 20. Oké. Yo, Brammetje! Hoe is het? Wow. Lekker man, kijk eens, wat is dit voor montage? Ja, lekker met de elektrische fiets natuurlijk. Yep. Ja, is het zover? Ja. Of een brazen? Ik ook een brazen. Het zou wel geinig zijn. Oké, ik ga hem pakken. Ja, toch wel? Helaas geen run. Dus kijk. Hangen? Ja, ik denk een braas. Nou, hij is wel ver naar rechts gezwommen hoor. Karper. Karper? Ik denk wel karper. Zo! Ik ga even hier staan voor de belichting. Lekker hoor. Hoe lang ligt hij in? Nou, ik denk 20 minuten. Want ik zei hè, binnen 25 minuten. Zo, dat valt niet ziek gek. Ja, ik zag ze nou. Ja, hij moet wel karper zijn. Kun jij het schermen pakken? Strijdij. Even dat ding om mijn nek. Nou, het ziet er wel uit als een brazen zeg. Ja, brazen of giebel. Dus, wat is het? Het is een fucking lelijke brazen. Hij zit helemaal met de schimmel in. Wat? Zo dan, hij gaat er vol vandoor. Echt vol. Wat is het, Bram? Zo, hij gaat er echt wel goed voor. Ja, volle run. Dan hoe voelt het nou met echt lekker, man. Druk op je schouders van de fans? Nou, succes hoor. Ja, dankjewel. En je hebt net na de avondeten lekkere burgertjes op. Was weer genieten. Voor het donker de eerste vis. Dat is altijd lekker. Nou, moet ik even uitkijken voor de boom. Even tot haken in de bosjes. Maar helaas pindakaas. Kijk eens, zo. Ja. Hij is wel dik hoor. Hij is best wel dik. Niet groot, maar wel een beetje buikie. Dat valt wel tegen. Kalder van het jaar, 13 net. Weer geen blank. Heb je deze? Hoef je tenminste niet te zwemmen? Nee, dat is zeker fijn. Lekker hoor. Lekker. Wil je de andere kant nog zien? Of mag nee, je ik geloof het wel. Zo dan, hij komt weer terug. Ja, lekker, lekker. Mooie foto's. Kijk eens. Natte matten, daar houden we van. Ja, lekker. Gaf goed gevecht. Tjaka! Altijd lekker. Lekker dikke man houden. Ja, ja, lekker pik. Tweede van de avond. 60 gooitjes of zo, zou dat zijn. Donker, ja, zoiets. Lekker, ja, mooie visje of niet? Ja, toch. Anderhalve meter van fijn jump, hoor. Fucking ziek. Nou, foto en herkennen, zwemmen. Hij filmt al. Checka! Nou, dames en heren, hoppakee. Visje nummer 3. Het is al vroeg op de avond. 9:30. Oh! Haha! Oh, heel gek! Oh, hij is echt fucking big. Zo! Til hem even op. Ja. Ah, hey! Heel die camera is nat! Ik ga hem heel even snel zien te komen, ja? Ik til op eerst. Hey! 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 Ik ga hem heel snel even zien. Oké, okay, snel, snel! Ah, goeie. Ik heb een mooie 40 pond, 50 pond. Geef je een kus. Kleinste van de 3, ik ga hem geen kus geven. Maar we gaan wel foto's schieten en dan mag je zwemmen. Hé, hey, laat het even. En lekker vangen. Visie nummer 3 al, we gaan lekker. En we gaan gelijk weg, dat was ook altijd fijn. Is het nou? Echt niet wat het is. Brazen is wat ik echt. Nee, what the fuck, het vecht gewoon als een brazen, hè? Het is een brazen! Het is een brazen! Hey, brazen! Blazen koning, jongens. Hoe is het nou? Hij is fucking groot. Hij is wel fucking groot, ja. Hij is echt fucking groot. Zo, hij is wel een beetje boven gemaakt. Zo, kijk eens wat er hier in de mat ligt. En dat is niet het enige, want... Ja. Kijk ja, ze ja. zitten. We zijn op dikke dingen deze dagen. Bram die kreeg een uurtje of twee geleden run. Hebben we door een vis even gezakt. Het is fucking koud. En net een dubbel run op allebei mijn hengels. Ah, gaat lekker, hè. Heb je deze? Hoe staat het met jou, Chit? Ja, twee brazems, twee lijnbreuk en helemaal geen karper. Zo! 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 Half uurtje geleden dat we de vis hebben teruggezet, misschien een kwartiertje. En ik moet even de vis blokken, maar kijk eens, hier is hij dan, voor het kantje. Vis nummer 5, Daniel. Spiegel! Nee! Ziek! We zeiden het nog, Spiegel, Bram!
nu pas. Nou, goedemorgen dames en heren. Kijk eens van een pavertje. Half uurtje na de vis hebben teruggezet. Ik ben er echt super blij mee. En van de andere kant, we hebben net mooie foto's geschoten. Het is 8 uur 's ochtends in het ochtendzonnetje. Goeie nacht gehad, weinig geslapen. Ja, was gezellig. Man, een zieke vis, gek. Hij is fucking mooi. Hij mag zwemmen. Lekker. Yo, ouwe Jimbe, hoe is het ermee? Ja, lekker. Het is weer het einde van de sessie. Het is fucking lekker weer, gek. Echt lekker weer. Gewoon de shirtjes hebben we uitgedaan. Gewoon in maart. Maar, we hebben 7 vissen gevangen. Ik 2 brasems, 2 vissen verspeeld. Helemaal kut. En dus, Daniel. Brazemkoning 2019. Ja, daar begint het wel een beetje te lijken. Wat heb jij gevangen? 5 karpertjes. Brammetje 2 karpers, lekker gewerkt, pik. En we gaan ermee kappen voor vandaag. Het was weer een gezellige sessie. Ja, abonneer voor meer. Vond je nou een leuke video? Doe dat duimpje omhoog. En dan gaan we er zien, ja. Tot volgende week. Lekker. Zetten! Ja, ja! What the fuck?